Goedemorgen, het is zondag. Vandaag zondag 2 september 2018. Een spannende tijd waarin wij leven. En als je de voorafgaande filmpjes hebt gekeken, snap je waarom het zo'n spannende tijd is. Maar we gaan gewoon lekker door met het woord van God uit te delen en uit te leggen. Vandaag gaat het over liefde. Liefde van God naar ons toe. En de eerste tekst die we gaan lezen is 1 Johannes 1. En dan heeft, dat is de evangelie, dus niet Matthäus, Mark, Lucas, anders. Het is het laatste, 1 Johannes 1. En dan gaan we het hebben over de liefde. De volmaakte liefde. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Dus 1 Johannes 4, sorry, mijn excuses. 1 Johannes 4 en dan vanaf vers 13. En in 18 staat het. En de mensen die hier zitten, als je geen Bijbel hebt, kun je daar lekker mee lezen. 1 Johannes 4 vanaf vers 13. Wat heel bijzonder is, is dat 1 Johannes 4 vanaf vers 1, daarin staat dat wij niet iedere geest moeten. He, geliefde vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Wou ik toch even nog benadrukken. Heel veel mensen denken dat wij valse boodschappen doorgeven. Maar beproef of wij uit God zijn. Hoe doe je dat dan? Nou, daaronder staat het antwoord. Als je een Bijbel hebt, hoop ik dat je meeleest. Hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist. Nou, dan heb je hier je antwoord. Spreken wij vanuit Heer Jezus Christus? Of noemen wij alleen maar Jezus? Of noemen we alleen maar Zoon van God? Nee, wij vertellen uit het woord, we geven onderwijs vanuit het woord, het schriftwoord, en wij zeggen Heer Jezus Christus. Want Jezus is onze Heer. Dat wil ik toch even zeggen. We zitten in dezelfde 1 Johannes 4 en we gaan nu lekker naar 13. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons. En dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gevonden heeft als heiland der wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin, is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Indien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Dat is een pittige boodschap eigenlijk. En ik zal je wat moois vertellen. Ik werd 26 jaar geleden gedoopt. En toen kreeg ik deze tekst. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. In die tijd was ik heel angstig. Ik was een bang vogel. Dat zullen mensen nu haast niet meer geloven. Maar ik was een bang vogeltje wat eigenlijk niet zoveel durfde. En ik was best wel overal bang voor. En zeker voor de vrezen van de Heer. En toen ik onder water ging en naar boven ging, daarna kreeg ik een plakkaat. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. En toen vroeg ik mijn voorganger, wat betekent dat eigenlijk? En eigenlijk heeft hij daar geen antwoord op gegeven. Hij zei, met de tijd zul je wel gaan leren wat God ermee bedoelt voor jou.
Nou, dat heeft hij gedaan. Toen God mij vroeg, een aantal jaar geleden, om een centrum op te richten, in liefde, stond ik nog niet te juichen. Want ik dacht, hoe ga ik dat doen? Want het is best pittig om iets te gaan doen wat uniek is in de wereld. Maar ik ben het gaan doen met de kracht van de Heilige Geest. Maar ik wist één ding, God houdt van mij. God houdt van mij zoals ik ben. En ik ben misschien dwaas in de wereld en God houdt daarvan. Ja, ik ben misschien een beetje zoals koning David. Ik ben dus niet koning David, maar een beetje zoals koning David. Die ook stond te dansen voor de ark. Ik sta hier ook af en toe gek te doen. En als mijn rechterbeen helemaal genezen zou zijn, zou ik hier de flikvlak doen en een radstand, weet je ooit, een hele radslag. Waarom? Omdat ik zo blij ben om voor God te dansen. Dat is de kracht van God. Maar wat heeft dat te maken met de volmaakte liefde drijft de vrees uit? Nou, ik had best wel eens vrezen voor mensen. Wat zouden ze van mij vinden? Ja, maar misschien had ik iets aan wat ze niet leuk vonden. En ook omdat ik toen meer gewicht kreeg, en ik had een heel ernstig ongeluk gehad. Ik ben 50, 60 kilo aangekomen. Wat gingen mensen van mij vinden hoe ik was? Maar God houdt van mij zoals ik ben. God houdt van jou zoals jij bent. Hij kijkt naar je hart. En de volmaakte liefde drijft de vrees uit. We hebben een stukje gelezen. En dan gaan we nog even naar terug. En er komt iemand binnen. Daarom hoor je piepjes van de deur. En deze kerk is altijd open. Dus iedereen is altijd welkom. En hier staat. Dus we zijn nog steeds in 1 Johannes 4. En dan vanaf 18. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf. Oei. Dus als jij God vreest, denk jij aan straf. Maar dat is helemaal niet wat God wil. Want Heer Jezus is onze advocaat. Hij pleit voor ons bij God de Vader. Zodra jij de Heer Jezus aangenomen hebt als je redder en verlosser. En jij je zonde beleidt oprecht. Zoals in 1 Johannes 1 vers 9. We kunnen wel even 1. Heen. 1 Johannes 1 zit toch in Johannes 1, Johannes 1, vers 9, dus 1 of 2 bladzijden terug voor de mensen. En daar staat, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Dus als jij oprecht naar hem toe gaat en je vraagt vergeving, dan word je vergeven. En dan hoef je niet bang te zijn op de dag des oordeels. Want in Romeinen 5 vers 9 staat dat de toorn van God niet op ons is. De toorn van God, de boosheid van God is niet op ons. Zodra je in de liefde bent van God. Weet je, God de Vader is geen boeman. Gaan we ergens heen of horen we ergens van preken, hel en verdoemenis. Maar waarom nou? De Heer Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Voor onze zonde aan het kruis gegaan. Zodat wij vrij zullen zijn. Waarlijk vrij. In Galaten 5 vers 1 staat. Laat je niet wederom een slavenjuk opleggen. Maar daar ben jij verantwoordelijk voor. En vandaag gaat het over liefde, liefde, nog eens keer liefde. Als je het niet weet, er zijn 3 soorten liefde. Van God. 1. De agape-liefde. Dat is de volmaakte liefde van God naar ons toe. Dat is allesomvattend. Want hij heeft zijn zoon Heer Jezus gezonden naar deze aarde om jou en mij te redden. Agape-liefde. Dan hebben we filias-liefde. Dat is de liefde tussen vrienden. Nou, ik heb ook vrienden. En dat is een relatie dat je elkaar alles mag zeggen in liefde. Nooit veroordelen. Dat betekent filias-liefde. En heb je ook nog eros-liefde. Dat is de liefde tussen een man en een vrouw als ze getrouwd zijn. Die 3 soorten liefde heeft God ingesteld. Maar stel nou je bent getrouwd. Dan heb je als het goed is geen vrees voor je man of geen vrees voor je vrouw. Die liefde is puur. Gisteren mochten wij bij een bruiloft zijn. En die 2 mensen lazen allebei, en dat wisten ze niet, allebei uit 1 Korinthe 13 voor. En 1 Korinthe 13, als je een klein beetje Bijbeltekst kent, hebt, dan weet je dat dat vol met liefde is. Het is zo gaaf. Liefde, liefde, liefde. En het mooie was, de bruid begon
En die had een tekst van 1 Korinther 13 en die had ze helemaal persoonlijk gemaakt. Dus elke keer zei ze haar naam naar haar lieve man toe. En toen kreeg de microfoon aan de man gegeven. En hij was zo liefdevol. Hij had ook van Korinthe. Hij zegt, nou, dat wist ik niet. Dat is toch fantastisch dat ze dat met elkaar hadden. En hij had het ook heel persoonlijk naar haar toegemaakt. En wat ik zo lief vond, was dat hij zei, bijna jouw man. Want de echte zegening moest nog komen. Dus het was zo fantastisch. En die twee hielden zoveel van elkaar, houden zoveel van elkaar. Er zat geen vrees tussen. Zo hoort het te zijn. Misschien ben je thuis wel eens verliefd geweest. En dat hoop ik voor je. En dat je dan naar je man of je aanstaande man of je vrouw. Die heerlijke verliefdheid. Nou, die verliefdheid, daar heeft God recht op. Daar heeft de Heer Jezus recht op. Daar heeft de Heilige Geest recht op. Dat je zo blij bent, je kan niet wachten om elkaar te zien, elkaar te spreken. Nou, die verwachting spreek ik uit naar Heer Jezus Christus. Want Hij is alleen mijn Heer. Nee, ik zal je geheim vertellen. Hij is ook mijn vriend. Want in het woord staat, als jij doet wat de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus zegt, ik noem jou mijn vrienden, jullie mijn vrienden, als je doet wat ik zeg. Nou, wij hier doen wat de Heer Jezus van ons vraagt. Maken we fouten? Oh ja, joh, elke dag. Doen we zonde? Ja, durf ik ook toe te geven. Als ik een fout maak, En ik kom erachter of iemand attendeert me op, dan zeg ik, je hebt helemaal gelijk, wil je mij vergeven? Als ik een fout maak naar de Heer Jezus toe, denk je nou werkelijk, als de Heer Jezus mijn vriend, dat de Heer Jezus niet zegt, nou Marjolein, je hebt een fout, of niet zegt, je hebt een fout gemaakt. Ik weet nog wel dat ik een hele tijd geleden, 3 jaar geleden of zo, ik was bijbelstudie aan het geven, en ik was in mijn enthousiasme, vertelde iets wat niet waar was. En ik was zo enthousiast, en de Heer is dan zo'n gentleman. Hij wachtte totdat ik in de auto zat. Ik zit in de auto. Ik had gezegd, dag, heb het volgende week. Ik zet hem in zijn 1. Ik rijd de hoek om. En de Heer zegt, Marjolein, wat denk jij nou gedaan te hebben? En ik zeg, wat heb ik gedaan dan? Hij zegt, jij zit zomaar dat en dat te vertellen. En dat is helemaal niet waar. Ik zeg, heb ik inderdaad gedaan? Hij zegt, ja, nu is iedereen weg. En toen zei ik, Heer, en dat was een half uur rijden. Hoe kan ik dit oplossen? Heel eenvoudig. Volgende week, voordat jij onderwijs gaat geven, ga je eerst je fout toegeven. En ik dacht, yes! Dus, en in de auto had ik al 10 keer vergeving gevraagd. En hij zegt, ja, nou weet ik het wel. Dus die week komt en dat was best wel spannend. Want ik had iets niet goed gedaan. Dus ik zit daar. Maar ik voelde de liefde van de Heer Jezus om me heen. Dus ik zeg, voordat we iets nieuws gaan doen, moet ik eerst wat rechtzetten. Ik heb vorige week dat en dat gezegd. En dat is niet waar. Staat ook niet in het woord van God. Sorry, willen jullie mij vergeven? En die mensen zeggen, ja, natuurlijk. Ik zeg, nee, maar ik meen het serieus. Niet zomaar ja. Het is echt een grove fout. Kom op. En ik zeg, niet zomaar aannemen wat ik zeg. Je moet wel meelezen. Hè? Ik zeg, ik had het fout. Maar, en het was mooi. Want het was het blaadje was weer schoon. En ik voelde zo de liefde van de Heer. Want het gaat over liefde, 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 liefde. En iedereen was blij dat ik dat had gezegd. Want dan konden we weer verder. En ik zat in de auto. Hè, weer de dag, tot volgende week. En de Heer zegt, ik ben zo trots op je. En daar ben ik zo blij van. Hij zegt, als jij iets fout doet, dan mag ik jou corrigeren. Ik zeg, ja Heer, graag. En dan komt het punt. Ik heb geen vrees. Op het moment dat ik straks naar boven sta, voor de troon van God, van aangezicht tot aangezicht, in vrijmoedigheid, sta ik daar. Want weet je wat mooi is? Elke dag vraag ik aan de Heer, soms sla ik wel eens een dagje over, hoor. Elke dag vraag ik aan de Heer, doe ik nog iets fout? Ook aan mijn team vraag ik wel eens, heb ik het goed gedaan? En als ik iets fout doe, dan zeggen ze dat ook. Jee! Maar wel een liefde, zonder dat vingertje. Want niemand mag mij veroordelen. Er is er maar 1, en dat zijn jullie niet, dat zijn hun ook hier niet. Nee. Maar de Heer zegt, en dat is wel een vermaning naar jullie thuis, iedereen die nu haat-appjes heeft gedaan, of haat-mail, of wat dan ook. Ik lees alleen maar voor wat hier staat, hè, jongens. Johannes, komt hier nog een keer. 1 Johannes 4. En dan het laatste stukje. Vanaf vers 19. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Indien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar.
Want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God, die hij gezien heeft, niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Weet je, lieve mensen, liefde staat altijd centraal. God houdt zoveel van ons, God de Vader, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Zodat wij niet naar de hel hoeven. Dus die hel en verdoemenis spreekt, is nergens voor nodig. Maar je mag de mensen wel waarschuwen. En ik waarschuw die mensen nu, blijf in de liefde. Stop met dat vingertje. Ik kan zeggen dat ik een kind van God ben. Ik kan zeggen dat ik zelfs een broeder ben. Waarom? Omdat ik in het lichaam van de Heer Jezus Christus ben. Dus ben ik mannelijk? Ja. In Galaten 3 staat ook heel duidelijk dat, vanaf 26 zal duidelijk zijn, dat als jij bekleed bent met de majesteit, en dat is heel belangrijk wat ik het nu zeg, bekleed met de majesteit, dat is van de Heer Jezus Christus, dan ben je niet meer een Jood, je bent niet meer een Griek, je bent namelijk één in Christus. En het mooie is, in Matteüs 22 vers 5 staat ook dat je bekleed moet zijn met de majesteit om deel te nemen aan het bruiloftsmaal van het Lam. En dat doe je met liefde. Want jongens, lieve mensen, God is liefdevol. Hij houdt van ons. Hij is altijd respect. Hij zet je nooit te kijk. En als hij iets aan ons openbaart, ook soms geven wij profetische woorden door, is het altijd liefdevol. Nooit details. Bijvoorbeeld, als er iemand komt, of ik krijg een woord over God voor iemand anders, en bijvoorbeeld de persoon heeft een zonde begaan, dan laat God die zonde niet zien. Nee, hij laat alleen zien, iemand heeft iets fout gedaan, wil jij helpen? Of dat is een woord van God, je moet vergeving vragen. En dan zullen we dat samen doen, maar wij mogen niet veroordelen. En dit is echt belangrijk, lieve, 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 lieve mensen. Als jullie mij veroordeeld hebben, mij heb je er niet mee. Je hebt God ermee. Als jij een ander veroordeelt, vraag dan vergeving aan Heer Jezus Christus. Ga naar hem toe met een oprecht hart. Weet je, je hoeft aan mij niet sorry te zeggen hoor. Echt niet, helemaal niet belangrijk. Maar het gaat erom, haat en nijd, Galaten 5 vanaf vers 18, kan het koninkrijk van God niet beërven. Dat betekent, als jij in die haat blijft, in die negativiteit, dus niet in de liefde, kun jij niet in het koninkrijk van God komen. Dat staat er. Maar kun jij het vlees afleggen, de haat en nijd van jezelf en in de liefde gaan van God, de volmaakte liefde, de agape liefde, dan kunnen wij straks daar staan voor de troon van God. Vol met vrijmoedigheid en blijdschap. En van, hé, wat fijn dat we elkaar mogen zien. En dat we elkaar kunnen knuffelen en elkaar kunnen praten met elkaar. Maar het belangrijkste is dat we God gaan zien van aangezicht tot aangezicht. In blijdschap, met liefde. En dan zegt God, welgedaan, mijn trouwe dienaar. En dat is de boodschap van vandaag. Liefde, liefde, liefde. Amen.